Welkom bij Wisdom. In dit filmpje gaan we kijken hoe we de schuine zijde van een rechthoekige driehoek kunnen berekenen met de stelling van Pythagoras. In het vorige filmpje hebben we gezien wat de stelling van Pythagoras nou is en wat die eigenlijk doet. Maar nu gaan we eigenlijk even kijken wat kunnen we hier nou eigenlijk mee? En hoe schrijven we dat op? En in het boek hebben ze daar een hele mooie schema voor gemaakt. Die zien we hier ook in het scherm. En moeten we even kijken, waar staat dit nou eigenlijk voor? We zien hier iets met RHZ. En RHZ is niks anders dan, wat we in het vorige filmpje hebben gezien, de rechthoekszijde. En daar zijn er natuurlijk twee van, want die zitten aan de rechterhoek vast. En de schuine zijde, dat is die andere. Dus, eventjes, als we een driehoek hebben en die driehoek heeft een rechte hoek, dan is dit dus een rechthoekzijde. Dit is de tweede rechthoekzijde. En dit is dan de schuine zijde. We gaan even kijken naar een voorbeeldje. Ik heb hier een rechthoekige driehoek, ABC, waarbij C de rechte hoek is. En ze vragen ons om de lengte van AB te vinden. We mogen afronden op 1 decimaal. Dan gaan we eerst kijken, waar zit die rechthoekzijde nou eigenlijk? De rechthoekzijde die zitten aan die rechthoek vast. Dus dat betekent dat AC en BC de rechthoekzijde. Stap 1 is gewoon even dat schema. Even netjes opschrijven. Dit kan je dus altijd doen. En dan gaan we nu gewoon invullen wat we weten. We weten, de ene rechthoekzijde is 4. En de andere, die is 5. We weten ook dat 4 kwadraat 16 zou zijn. En 5 kwadraat is 25. En als we dat nou bij elkaar optellen, dan weten we dat dit 41 moet zijn. En eigenlijk zijn we nu dus op zoek naar iets wat we in het kwadraat moeten doen. En dat moet dan 41 zijn. En toen hebben we al een paar keer gezien in het hoofdstuk, dat als je antwoord van een kwadraat weet, dat je het omgekeerde van een kwadraat gaat doen. Dus we gaan hier zeggen, AB wordt de wortel van 41. En dat wordt, op je rekenmachine mag dat, 6,4. Wel even netjes ongeveer teken. En dan nog even kijken, hier stond centimeter, dus in ons antwoord ook centimeter. Soms krijg je niet alleen een driehoek, soms krijg je ook een verhaaltje erbij. En bij het volgende verhaaltje stond dit plaatje. Een man staat op een ladder en de vraag is nou eigenlijk, hoe lang is die ladder? Maar ook hier zien we weer een rechthoekige driehoek, want we hebben de driehoek ABC, waarbij A nu de rechterhoek is. Dus dat betekent AB en AC zijn de rechthoekzijden. Dan gaan we hier ook gewoon zeggen, rechthoekzijde in het kwadraat. Ook erop tellen. Die was 1. Die was 4. Dus die wordt 16. Dan weten we, de ladder in het kwadraat moet 17 zijn. Dus de ladder zelf is de wortel van 17. Mag je ook weer op je rekenmachine doen. En dan krijgen we ongeveer 4,1. En dan moeten we even kijken. Dit was in meter, dus dit is ook in meter. Hopelijk kan je hiermee de stakberekeningen in ieder geval netjes maken van de stelling van Pythagoras. Tot de volgende keer.